Het is voornamelijk populierenhout dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van lucifers. De enige Nederlandse fabriek, dit jaar 100 jaar oud, staat in Eindhoven, waar de in stukken gezaagde stammen, nadat ze ontdaan zijn van de bast, geschild worden tot fineer ter dikte van de lucifers. Met 100 tot 120 lagen tegelijk wordt de fineer naar de afslagmachines geleid, waarin dansende lancetmessen met elke slag zo'n 7 à 800 lucifershoutjes produceren. Dat gebeurt overigens in een afgesloten ruimte die alleen ter wille van de filmopname even werd geopend. De stekken, zoals de houtjes nu heten, worden naar impregneerbaden geleid en vervolgens rechtop gezet, waarna ze, ook alweer volautomatisch, in de vloeibare kopmassa worden gedompeld. Voornaamste bestanddeel daarvan is kaliumchloraat, dat samen met de fosfor die op de strijkvlakken van de doosjes wordt aangebracht, door wrijving gemakkelijk ontbrandt. Terwijl de koppen van de verder ook nog geparaffineerde lucifers drogen, spuit een batterij kleinere machines de tienduizenden laadjes voor de doosjes waarin de lucifers aanstonds verpakt zullen worden. En op elk doosje past natuurlijk ook een dekseltje, of juister gezegd een hulsje. Laadjes en hulsjes komen elk in grote voorraadbunkers, van waaruit ze naar de etiketteermachines worden gevoerd, die niet alleen de etiketten op de hulsjes plakken, maar bovendien de lege laadjes erin schuiven. In de vulmachines worden ze dan weer geopend en in drie gangen gevuld. 50 lucifers in elk doosje. De mechanische fabricage gaat dan voort met het gelijktijdig aanbrengen van de strijkvlakken aan weerszijden van ieder doosje. Zo vervaardigt deze fabriek elke dag 80 miljoen lucifers. Wat zeg ik? 79.999.999. Genoeg in ieder geval om straks overal de lichtjes te kunnen ontsteken.